Schaal, leuk je kijken in een korte week horoscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 2. En dat is van maandag 10 januari tot en met zondag 16 januari. Dus dan een kaartenschud om te kijken wat week 2 u voor de weegschaal gaat brengen. Dan lijkt het weegschaal of deze week een week is waarin je probeert de dingen wat in evenwicht te houden. Nou, dat past natuurlijk wel bij die weegschaal. Alleen ik heb het gevoel dat het je niet helemaal gaat lukken. En dat is natuurlijk een stukje wat ook op zich altijd wel lastig is. Want krijg maar eens iets precies in balans. Alleen dat lijkt je deze week nu eigenlijk precies echt wel te willen. En ik heb het idee dat je dat, als het niet helemaal lukt zoals jij dat wil, dat je er wat van terug kan trekken. En dat je echt een beetje verdrietig kan zijn dat het niet gelukt is. Toch lijkt het, lieve weegschaal, dat het eigenlijk helemaal niet zo'n probleem is. Het leven mag soms ook echt een beetje heen en weer gaan. En ik heb het idee dat dat een stuk is wat je even wat lastig vindt deze week. Terwijl er toch echt hele mooie dingen lijken te liggen. Focus je niet te veel op dat alles in evenwicht moet zijn, maar meer het stukje waar jij je heel erg prettig bij kan voelen. En dat lijkt deze week dan ook echt het stuk te zijn waar je naar mag kijken. Het stukje, wat heb ik als persoon nodig? Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.